Mevrouw, kunt u het nog een beetje volhouden tot 9 februari? Nou, ik denk het wel. Ja, ik vind het wel moeilijk worden. Ja, je kunt geen kant meer op. Ja, straks mag je helemaal niemand meer ontvangen. Maar ik probeer me zoveel mogelijk overal aan te houden. Ja. Het slaat nergens op. Als je een beetje nadenkt, dan snap je ja, dat dit gewoon ja, de mensen vasthouden is. Een vorm van onderdrukking. En ik heb nou net een nieuw huisje, dus die ben ik nou ook aan het inrichten. Dus ja, ik vermaak me nog wel. Ja. Kunt u het nog volhouden tot 9 februari? Ja, dat is moeilijk, hè. Het is pompen of verzuipen. En voor de rest, ik heb ook nog een nadeel dat ik het erbij doe. Dus dat mijn man gewoon werkt. Dus mijn man verdient dan boven modaal. Dus ik word ook nergens meer geholpen. Het is wel te doen. Het moet gewoon, hè. Ja. En wat doet u zoal om het een beetje vol te houden? Nou ja, ik probeer zoveel mogelijk te wandelen en dergelijke. Goedemorgen. Veel puzzelen, veel lezen, veel wandelen. En dan komt u deze dan tijd wel door? Dan komen we deze dagen wel door. Kunt u het nog volhouden tot 9 februari? Ja, ik kan het wel volhouden, ja. Ik heb een vrouw naast me en ja, als we eens een keer een beetje een dip hebben, dan praten we elkaar waar weer moed in en het gaat prima. En het is ook maar net hoe je instelt. Na dit komt er wat anders. Ja. Wordt het wel weer goed. Elk jaar zijn er mensen ziek. Ja. En tegelijkertijd, die IC-capaciteit is de afgelopen 12 jaar systematisch afgeschaald. Dus er komt vanzelf een punt dat was al 5 jaar aan de gang, dat het dan in piek fases, dat het dan misloopt, dat het dan misschien te druk is. Maar hoewel, nou ik twijfel er ook over hoor. Ik ben zelf niet gaan controleren in de ziekenhuizen hoe druk het daar is. Voor hetzelfde geld valt dat mee. De boemers. Die een keer dood moeten en maar niet doodgaan. Ja. Dus die groep wordt gewoon veel te groot. Dus ik ben groepsleerkracht binnen speciaal basisonderwijs hier in Almelo op de Wellen. En ik heb nu even een rustmomentje ingelast, even een uurtje. Want ik heb nog mijn oudste zoon, die heb ik meegenomen even naar de markt. Want ik moet straks weer verder. Dan gaat hij even spelen. En dan moet ik zelf online nog kinderen begeleiden. En daarna nog administratie. De contacten met kinderen moet je dan opslaan. En dan ook verwerken. Maar ik heb ook nachturen. Met jonge kinderen is dat best lastig. Dus ik ga de jongste al naar de opvang doen. Volgende week weer. En waarschijnlijk hem ook weer naar school. Petje af. Dus het is echt moeizaam. Ik geef het toe. In het begin dacht ik van het lukt wel. Maar nu begin je langzamerhand op te geven. En ook alle ouders snap ik ook hoor. Het is echt moeizaam met het huiswerk erbij. En je eigen werk.